Goed, het feit dat u bij het Vlaanderen Songfestival moet zijn, dat mag duidelijk zijn. Het is onze 20ste verjaardag. Nog wat consternatie in de zaal. En dat blijft nog wel even zo. Want wellicht heeft u ook andere talentenjachten gevolgd. Ja, ik ga toch maar even de naam noemen. X-Factor. Daar hadden ze Harry. Harry was over de 70, haalde de finale niet. Was in de eerste liveshow wel te zien met een optreden. Het was een beetje de mascotte van Idols, of van X-Factor. Wij bij het Vlaanderen Songfestival hebben onze eigen mascotte gevonden in Leon Victor Lizica. Mijn naam is Leon Victor Lizica. Ik ben geboren in Barcelona, Spanje, op 4 februari 1933. Dus mijn leeftijd is 76. Mijn passie, wat is mijn passie? Mijn passie is plezier geven aan mensen met muziek. En dat heb ik kort geleden ontdekt. Om precies te zijn in 2007. En zo ben ik gaan studeren de muziek, het lied Granada, met wie ik ben gaan optreden in Ahoy. Iemand zei tegen mij, die zijn mensen die moeten van klein beginnen om naar Ahoy te gaan. Ik ben in Ahoy begonnen om verder te gaan. Ik vond dat leuk. Ik ga Et Maintenant, een Franse nummer van Gilbert Bécaud, door hem zelfs gecomponeerd. En voor mij een van de mooiste liederen die Gilbert Bécaud heeft gezongen. Omdat, wat is het leven? Wat nu gebeurt? Maintenant. Ja, en ik denk dat u sowieso hier in de zaal, maar ook u thuis, helemaal begrijpt waarom wij zo ontzettend blij zijn met, ik ga het nog één keer proberen, Leon Victor Lizica. Hier is hij, de laatste van vanavond met Et Maintenant. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'en diffèrent? Maintenant que tu es parti, toutes ces nuits, pour qui, pourquoi? Et ce matin qui revient pour rien, mon cœur qui bat, pour qui, pourquoi? Qui bat trop fort. Que vais-je faire vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi c'est petit. Vous mes amis, je ferai, je vais s'en rire pour ne plus pleurer, je vais brûler des nuits entières
matin, j'étais aéré. Et puis sans soir, dans mon miroir, je verrais bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de plaies au moment de was je geweldig. Heb je genoten? X, ja. Ja, hey, en ja, ik begrijp natuurlijk, ja, Ahoy, dan is dit natuurlijk helemaal niks. Dat is een tweede Ahoy. Dat is een tweede Ahoy. Dat is een tweede Ahoy. Ik denk dat ze daar heel blij mee zijn, maar de directie. De persoon die destijds mee ontdekt heb, is hier. Ja? Alma. En het liefste en de mooiste vrouw. Kijk. Alma. Ja. En we blijven complimenten maken. Goed, ik, Leon, ja, ik mag Leon zeggen, gelukkig. Ik denk dat er ook de complimenten van de jury gaan komen. Want jouw optreden was wat mij betreft fantastisch. En Rita, ik denk dat jij ook enorm genoten hebt. Ja, inderdaad. Je denkt al gauw van, 76 jaar. Die staat in de finale vanwege zijn leeftijd en dat hij zo aardig zingt. Maar deze man heeft dus echt zo'n mooie stem. Die 76 jaar, die vergeten we gewoon. Hij zegt zelf, je geest wordt niet oud. Alleen je lichaam, hè? Ja. Ja. En wat ik nou zo mooi eraan vind, is dat hij zingt een nummer van Gilbert Bécaud. Hij heeft de lengte van Charles Aznavour. En zijn taal is eigenlijk Spaans. En hij staat hier heel mooi Frans te zingen. Ik versta er geen bal van, maar ik geloof alles. Ik vind het heel mooi. Nou, dat is een goed teken. Goed. Wil, aan jou het laatste woord vanavond. Wat betreft jurycommentaar. Ja, het laatste woord mag het volgende zijn. Riet had het over al bekenden in de wereld die eigenlijk een beetje met Leon te maken hebben. Ik kan er nog iemand aan toevoegen. Gilbert Bécaud heeft veel nummers geschreven met Neil Diamond. Dat is weer een andere grootheid. Maar ik moet dan toch zeggen, wat doen die ouderen toch goed, hè, dames en heren? Ja, hè. Dat is. Dat is gewoon een zaligheid om te zien. En daar kan je allemaal mensen aan aflezen dat van muziek blijf je jong. Nou, en dat is een heel mooi compliment. Dankjewel, Wil. Dankjewel. En dan ga ik nog één keer, dan kom ik aan deze kant staan. Want ik weet zeker dat jij nog even dit moment wel kan pakken om even het laatste applaus te nemen wat betreft jouw optreden, Leon. Dames en heren. We gaan afscheid nemen voor nu even van Leon, Victor, Lisitsa!